Goedendag, Kijk naar de Weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We beginnen met de temperaturen van vanmiddag in Europa. We zien dat echt winterweer zich vooral in het noorden van Scandinavië bevindt en het westen van Rusland, net als gisteren. Ijskoude lucht zit daar, in Lapland is het soms kouder dan min 20 graden en dat is dan de maximum temperatuur. En die koude lucht die stroomt langzaam richting het westen van Rusland. In een groot deel van Europa liggen de maxima tussen de 0 en de 5 graden. Bij ons was het vanmiddag zo'n 1 tot 3 graden. Het koudste koudst in het noordoosten, daar werd amper de 1 graad gehaald. Ook in het Alpengebied winterse temperaturen. In het laagland vriest het en op 3000 meter is het zelfs min 10 graden. 20 graden komen we in Europa eigenlijk niet tegen. Hoogste temperaturen op Creta en de eilanden daar van Griekenland, zo rond de 17 graden. Dan naar het weerbeeld. Ja, dan zien we dat er toch behoorlijk wat aan de hand is. Er ligt een groot hoge drukgebied bij de Azoren. Dat ligt daar eigenlijk vrij standvastig. En dan lage drukgebieden verspreid over Europa. En die zorgen voor behoorlijk wisselvallig weer. Vooral in Italië gaat de komende dagen veel neerslag vallen. Dan met name in de zuidelijke helft. En dat breidt zich dan weer langzaam richting het zuidoosten van Europa uit. Op de grens met het winterweer bevindt zich ook een, een storing. Die zorgt daarvoor van tijd tot tijd sneeuw. Maar daar zijn de hoeveelheden zeer beperkt. En dan zien we op de oceaan nog een front liggen. En dat regengebied komt langzaam onze kant op. In Nederland is het echter voorlopig droog. Wij krijgen pas zaterdag weer met neerslag te maken. Dat zien we ook als we de boel in beweging zetten. In Nederland een mix van wolken en zon. Opklaringen blijven dus over het land trekken. En regengebieden weten ons eigenlijk niet te bereiken kijk nog even naar Italië. Dan zien we dat lage drukgebied tot ontwikkeling komt met heel veel buien. En als we naar de Britse eilanden kijken, dan zien we dat er in de loop van vrijdag een groot neerslaggebied nadert. En dat neerslaggebied gaat zaterdag bij ons voor regen en voor sneeuw zorgen. Dan komen we straks op terug. Is het weer vanavond in Nederland overal droog? Temperaturen dalen tot onder het vriespunt. Dan komen er komen enkele brede opklaringsgebieden voor en halverwege de avond zal het daarom min 2 graden zijn. Onder het wolkendek is het 0 of 1 graad overal droog en de oostenwind 3 tot 4 bar voor, die blijft gewoon doorstaan. Ook vannacht nog een, een behoorlijke wind, daardoor kan er geen mist ontstaan. Temperaturen dalen naar min 1 tot min 3 graden, op een enkele plek misschien min 4. Morgenochtend dus vorst, in de loop van de ochtend loopt de temperatuur op en morgenmiddag wordt het dan zo 2 à 3 graden, op de Waddeneilanden misschien 4. De wind draait naar noordoost geleidelijk en de wind blijft 3 tot 4 bar voor. Dat betekent dat die plus 2 graden opnieuw aanvoelt als min 4 graden. De zon schijnt geregeld, trekken ook een paar wolkenvelden over het land, blijft dus overal droog. Ook vrijdag een droge dag, de wind neemt dan af, want er passeert een klein lage drukgebied, een hoge drukgebied, sorry, die zorgt voor zonnige perioden en dus minder wind. En daardoor voelt die 2 graden aangenamer aan. In de avonduren draait de wind naar het zuiden, dan wordt die langs de kust windkracht 5. Dat heeft allemaal te maken met het neerslaggebied dat zaterdag gaat passeren, van west naar oost. In de westelijke kustenregio valt natte sneeuw en regen en uiteindelijk loopt de temperatuur daarop naar 5 graden. In het binnenland ligt de temperatuur lang rond het vriespunt, daar gaat het sneeuwen, over in natte sneeuw en pas later valt er ook nog korte tijd regen. Kan een paar centimeter sneeuw vallen, is het dus ook op uitgebreide schaal glad, maar uiteindelijk gaat de temperatuur ook in het oosten oplopen naar zo'n 2 tot 4 graden. Denk dan niet dat de winterlucht daarna verdreven is. In de nacht na zondag kan het plaatselijk licht vriezen en opnieuw glad worden. Zondagmiddag is het 3 tot 6 graden. Kijken we nog even verder naar de temperaturen voor de komende twee weken, dan zien we toch nog steeds die, die stijgende trend erin zitten. Vanaf het weekend gaat het kwik wat omhoog. Uh, Gisteren zei ik nog 4 tot 7 graden als maxima, nou nu als je dit zo ziet dan kom je op 4 tot 6 graden uit. Wordt dus heel iets getemperd de stijging van de temperatuur en de kans op nachtvorst blijft voorlopig toch nog wel aanwezig. Dan de kans op sneeuw, nou zoals ik al zei, zaterdag verwachten we sneeuw, gisteren was die kans 70%, maar nu is die zelfs opgelopen tot 98%. Dat suggereert een grote zekerheid en de kans dat er meer dan 3 centimeter valt is zelfs 60%. De langere termijn zijn de kansen op sneeuw veel kleiner, maar ze blijven wel aanwezig. Dat geeft aan dat de koude lucht ook in de buurt is. Dat was het. Vanavond en vannacht dus lichte vorst. Morgenochtend waarschijnlijk weer de autoruiten krabben en daarna morgen een prima dag, wel met een koude wind. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.